We zijn er weer. Oh, nu ben ik misselijk weer. We zijn in het museum geweest, dus we gaan nu... Draai je camera om. Kijk. En we gaan nu weer het Doolhof in. Jongens, we gaan weer het Doolhof in. Hi. En het is vandaag dinsdag. Nieuwe vlog, nieuwe weekvlog. Yay! Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik zit op school. Yay! We hebben nu 3,5 uur tot 10 uur. En we zitten nu op school te chillen. En deze muur is echt heel awesome. Maar... En we zitten op van die houten bankjes. Ja! En het is nu, hoe laat is het nu? Wat doe je? Ik lag 5 over 12. Het is 7 over 12. Saar, zeg eens hoi. Saar. Hey, je hebt nog steeds oortjes, hè? Zeg eens hallo tegen mijn vlogje. Hey jongens, ik ben weer in de vlog. En dat ik meer van de foto ben. Ik zag mij zo in je handen. Ik ben aan Netflix. Netflix en chill. Nee, echt anders. Chill en Netflix. Dus, we zitten hier nog wel even. Ik verveel me. Ga je huiswerk doen. Dat is een goede leerling, Jamie. Doe je huiswerk. Doe altijd je huiswerk. Ga nooit bijbelen. Wees altijd op tijd. En mis nooit je bus of trein of metro. Ik mis het niet, ze hebben geen vraag. Oh, het is 12 uur. Wat eet ik? Dit chips. Heeft iemand een flesje? Dit chips? Dit is de chips. Oké. Tomatenchips. Oké. Ketchup. Nog meer chips. Wil je ook chippy? Hier, eet. Haan. Wacht even. Hij is gek. Hij is gek. Wat de hel? Oké, bye. Shane. Hard aan het werk. Ja, hoi. Niet echt. En Fezio is geïnteresseerd met haar bril. Nee, wacht, kijk. Ja, hoi, heel dom. Ja, maar zo lijkt het slimmer. Wacht, het gezicht van Fee lijkt op die van mij. Dit is niet van Nina. Dit is Nina. Laat ja. Ik lijk niet op je haar en jij lijkt... Nou. Ik lijk op Xena. Op die foto dan. Dat was ik. Lek aan het eten niet. Wacht, dit moet ik inzoomen. Kijk, Matthijs. Hallo, motherfucker. Ja. Ja, hoi. Ja, hoi. Wie heeft het kwijt, Vee? Nou, ik wil iedereen bedanken voor deze mooie kans. Welke kans? Dat is toch zo'n award? Niet inzoomen. Wat heb je al gedaan? Je hebt Matthijs. Nee, je weet dat ik dit er allemaal in laat, hè? Ja. Jamie's vlogger. 800.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik eigenlijk geen school, maar ik moet naar een voorstelling vandaag en ik heb afgesproken om 12:30 in Rotterdam. Het is nu 11:30, dus over een uur heb ik afgesproken, het is ongeveer een half uurtje. Dus ik ga denk ik ongeveer 11:45 de deur uit. Dit is wat ik aan heb, mijn Les Clean sweater, ik heb de hik. En mijn Zara broek. Ik moet nog alleen even schoenen erbij pakken. En ja, ik ben dus nu mijn tassen aan het inpakken van 94. Superleuk. En ik heb nu alweer een lange haar gekregen. Dus ik zie die zo. Oh, veel sterker mee, er zit een wesp hier. En die komt, die zit de hele... Zo, geef die kaart. Hoi Xena, hoi Nina. Hallo. Klopt. Auw, mijn vinger! Mijn vinger zit op de titel. Hij zit niet daar. Oké, bye. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En vandaag heb ik een verjaardag. En dit is wat ik aan heb. Mijn jumptrui van de H&M. Broek van Zara. Schoenen Zara. En ik wil jullie gewoon even een filmpje laten zien. Die ik vorige week heb gemaakt. Dus let's go! Ik ben bij mijn nichtje thuis. Willen jullie haar zien? Tadaa! We zijn lekker aan het chillen. Ik zit op deze heerlijke stoel. Hij zit echt super lekker. En je kan lekker onderuit zitten. En zo. En we gaan zo meteen naar een soort van speeltuintje. Pepper is me ook aan het filmen. Die is me aan het vloggen. Iedereen vraagt ook van... Iedereen vraagt altijd van Pep. Wanneer komt Pepper nou weer met een video? Dan zeg ik dit. Pepper is gestopt met YouTube. Maar waarom ben je gestopt met YouTube? Dan hebben we nog maar één vlogger in de familie. En that's me. Standing in the mirror. Who's that sexy thing? I see you over there. That's me. Standing in the mirror. Maar we gaan zo meteen naar het speeltuintje. En dan ga ik jullie ook meenemen. En ik, oh, ik vind deze stoel zo lekker zitten. Huh? I see you over there. That's me. Oh, daar heb je echt een mooie camera. Standing in the mirror. Bye. We hebben dus net een video opgenomen. Hallo. We hebben net een video opgenomen, de photo book challenge. En die zijn we nu aan het bewerken. Hoe vind je hem geworden tot nu toe? Hallo. Ga nu een stukje laten zien. Hoe we het bewerken. Box, vind je het echt een leuke deel? Let op, dus iMovie. Binnenkort online. Waarom doet hij niks? Wacht, wat is dit? Neus! Doe nog in. Zeg je model. Wacht, lieve schat. Je moet weer verder klikken. Ja, alle bestandjes. Ik vind deze vind ik echt leuk. Klik eens. Hij doet niks. Editor gaat fout. Kill. Kijk deze foto. Kijk papier. Editor gaat mis. Doei. Goedemorgen. Leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag zondag 2 oktober. Ik ga zo meteen naar Rotterdam toe met Ruby. Want in Rotterdam komt er een meet and greet met Anna Nushin, mijn fave YouTuber. Voor de mensen die haar niet kennen, ik heb ook haar boek. Die ligt hier. Dit boek, On Life heet dat boek. Echt een superleuk boek. Ik heb hem binnen, hoeveel? 4 dagen helemaal uitgelezen in het boek. Het is echt een heel superleuk boek. Het is lekker compact en ik ga hier vragen of ze er handtekening in wil zetten. En natuurlijk ga ik ook proberen of ze in mijn vlog wil. Superleuk!
Ja, wat ik vandaag aan heb, deze rode trui. Deze is van Cheap Fashion. Mijn broek komt van Zara en mijn schoenen komen ook van Zara, maar ik heb nog nu nog geen schoenen aan. Maar ik ga zo meteen mijn witte schoenen aantrekken en hierover gaan nog mijn legerjas, want het regent buiten. Top! Dus yes, ik ga er zo vandoor en jullie gaan weer mee, natuurlijk zoals iedere dag uit mijn week voor de week vlog. Ik sta nu bij de bushalte te wachten, dit is mijn full outfit. En ik moet nog 4 minuten wachten en dan ga ik naar Rotterdam, dus let's go! Selfie in de rij met Ruby, Miranda en Dania, die staat hier. En op wie wachten we? Anna. Yay. Vanochtend. En we zijn 1 van de 50. Dus jee, we krijgen een goodie bag. Yeah. We eten nu een lekkere roze macaron. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping at our game. Waar staan we, Ruby? We staan bij de feestartikelen te kijken. Ja, maar kijk, deze was echt leuk. Ruby de unicorn, prinses. Oké, bye. We zitten nu in de fotobooth hier bij Pooh & Bear. En Miranda die zit net heel hard handig, zit ze met dat ding zo met haar duim zo tegen dat ding. En Ruby, zijn het leuke foto's geworden? Ja, heel leuk. Kijk. Oh, kut. Afsluiten. Tadaa. Klaar, bye. Oké, bye. Ik ben een tijdje thuis en ik wil jullie nog wel laten zien. Ik heb namelijk een goodie bag gehad van Bulgari. Waarvoor ik daarheen ging, eigenlijk ook voor Anna, maar ze was daar om het nieuwe parfum te promoten. Nou, als eerste zit er in een boekje. Dit gaat over de nieuwe geur. De nieuwe geur is Rosé Goldea en is nu in de winkels, geloof ik. Ja, in de winkels. Dan mijn foto met Anna. Superleuk. Staat op mijn Instagram. Instagram staat hieronder en hier in beeld. Dan zitten er heel veel dingen in. Ik ga het gewoon allemaal aan jullie laten zien. My god. Oké. We beginnen met de testertjes. Als eerste heb ik de Bulgari Omina Coral gekregen. Deze. Dan heb ik de Bulgari Omenia Cristalline gekregen. Ziet er zo uit. En dan heb ik de Bulgari Eau de Parfum en Eau de Vecht gekregen. Deze. Dan heb ik een zeepje gekregen in dezelfde geur als deze parfum. En dit is dus een soap. En dan heb ik nog 3 parfums gekregen. Als eerste de Bulgari Man Black Orient. En die ziet er... Die ziet er als volgende uit. Heel mooi, subtiel flesje. Super mooi. Ik ga hem nu op.
Hij ruikt een beetje naar kaneel, dus daar moet je echt van houden. Dan heb ik de Bulgari Rose Gold Dea Body Milk gekregen, sorry. Ook in zo'n heel schattig flesje. En dan heb ik een Eau de Parfum in de Bulgari Gold Dea lijn gekregen. En dat is zo'n leuk, cute flesje. Dus dit was alles wat er in die goodie bag zit. En ja, ik ga zeker dit tasje bewaren, want ik vind het een heel mooi tasje. Dus, dit was dus alles wat er in die goodie bag zat. Ik ben dus net in bad geweest, het was een super lekker bad. Het is nu 19:38, dus 19:08. Ik ga niks meer boeiend doen. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke week vonden om naar te kijken. Volgende week komen er allemaal weer leuke dingen aan. En die week daarna ook weer. Maar daar vertel ik jullie in de volgende weekvlog meer over. Ja, ik ga nu lekker even de weekvlog editen. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog. Dus tot volgende week maandag, jongens en dames en heren. Doei doei!